De vorige keer hebben wij op sletten gereageerd. Vandaag zitten wij op catnet.be en ik wil eens kijken wat van Catnet geworden is. Want voor mij is het nu al 8 jaar geleden, denk ik. Op de site catnet.be hebben wij natuurlijk het ultra mooie Catnet logo. Samen is de propjes knallen. Auw! Ah, mijn oren, man. Waarom staat dat zo luid? Oh, het is dit spel. Een spel dat fucking hard afgeript is van een ander spel waar ik de naam niet van weet. Ben jij braaf geweest dit jaar? Er zit nog een koekje in de koekendoos. Wat doe je? Het laatste koekje stiekem zelf opeten, Jam. Het laatste koekje aan jouw vriend of vriendinnetje geven. Zelf opeten, what the fuck? Zolang je jouw groente niet opeet, mag je niet naar tv kijken. Wat doe je? Alles opeten en naar Catnet kijken of stiekem de groente aan de kat of hond geven. Ik doe dat liever dan naar Catnet te kijken. Want ik kijk nooit fucking tv. Je moet gaan slapen wanneer Catnet stopt met uitzenden. Wat doe je? Smeken om nog even op de Catnet app te mogen spelen. Je klaarmaken om te gaan slapen, want morgen is weer een nieuwe dag. Liever gaan slapen. Weet je hoe fucking lui ik ben? Oh my god, een vriend krijgt een cadeautje. Het cadeautje afpakken wanneer je vriend het niet ziet. Vragen om er eens samen mee te spelen. Cadeautje afpakken, what the fuck? Je bent boos en wil jouw potlood niet delen, sowieso die. Bravo, de Sint had helemaal gelijk. Er zijn geen stoute kinderen dit jaar. En ook jij bent een engeltje. Doe zo verder. Bruh, ik was een fucking kutkind vroeger. Hoe slim ben jij op internet? Een catfish is een schattig visje met snorharen, miauw. Een catfish vist naar de vettigste roddels online. Cussing Queen. Welk wachtwoord is het veiligst? Hashtag like52me, Theo123 of wachtwoord? Ik zou zeggen Theo123, want niemand gebruikt zo'n wachtwoord. Welk TikTok-dansje danst Gloria? Welk TikTok-gezicht vormt een duo? What the fuck is er mis met jullie TikTok? Er is veel meer op het internet dan alleen TikTok, hè? Al 2 van de 8 vragen aan over TikTok. Ik maak eerst een screenshot en dan stuur ik het door naar al mijn vrienden natuurlijk. Ja, tuurlijk dat ik dat doe. Je vriend is boos omdat je een lelijke foto van hem op je stories hebt gegooid. Hoe reageer je? Volgens mij is dit illegaal, dus ik zou zeggen je haalt de foto er meteen af. Anders kunnen er juridische gevolgen zijn. Oei, oei, gedraag je je soms nog als een kip zonder kop op het wereldwijde web? Welke jongen uit meisjes ben jij? What the fuck? Mijn mama is de vrouw van mijn leven. Jij bent Verre en net als Verre ben jij zonder twijfel de crazy coolste van heel je vriendengroep. Samson en Gert soundboard, oh my god. Dat allemaal wel, ik wil hier nooit meer horen, hè. Dan mogen jullie ook daar trekken. Maar dat lijkt niet zo'n moeilijk spelletje. Ik voel het. Maakt niet uit, zolang het maar iets is van Galip Baba. What the fuck is dat? Je kan enkel naar buiten langs de dead ride, de waterglijbaan, gewoon langs de deur, het raam en dan kruip je via het dakgoot naar de tuin van je buren. Super easy. Wel, bij deze optie kun je doodgaan, dus ik neem die, want ik ben geen pussy. Sowieso een giga flipperkast, man. Weet jij hoe fucking duur die dingen zijn? Jij bent Bassine. Wow, je hebt zonder twijfel het coolste honk van de buurt. Deze intro was gewoon fucking vet, man. Zoiets moet ze terug uitbrengen, man. Dit was echt fucking geweldig. Zo eet pita.